Dan gaan we nu graag door. Ik zal hem even hoger zetten. Dat is straks toch nodig. Zo. Naar de volgende bevlogen spreker. We kennen hem allemaal vanuit zijn tijd in Den Haag. Tegenwoordig richt hij zich als zelfstandig adviseur op energiebeleid. We zijn dan ook heel erg blij dat hij hier wil spreken op het Kivia-congres. Dames en heren, een warm applaus voor Diederik Samson. Dankjewel. Dames en heren, ieder mensenleven kent wel van die ervaringen, indrukken of gebeurtenissen waarvan je vele jaren later concludeert dat ze de loop van je leven hebben bepaald. Zo ook bij mij. Ik heb er twee. En ze gebeurden op dezelfde dag. Op 10 juli 1985. Dat was mijn 14e verjaardag. Het was een boek en een bom. Het boek kreeg ik die ochtend als verjaarscadeau. Kinderen van Moeder Aarde, van Thea Beckman. En de bom, die werd diezelfde ochtend helemaal aan het andere kant van de wereld, in Auckland, Nieuw-Zeeland, vastgemaakt op de romp van de Rainbow Warrior, door Franse commando's. Die voer onder Nederlandse vlag. Er was een Nederlander aan boord, Fernando Pereira, de fotograaf. En hij kwam om bij die aanslag. En terwijl de dagenlange mediastorm over die laffe aanslag op dat mooie Greenpeace-schip mijn bewondering deed groeien voor de dappere milieuridders, las ik het boek van Thea Beckman, Kinderen van Moeder Aarde. Of eigenlijk, ik verslond het. Het is het meeslepende verhaal over het volk van Groenland na de Derde Wereldoorlog. Een fictief verhaal. Maar door het nucleaire geweld van die vreselijke Derde Wereldoorlog was de aarde gekanteld en was dus Groenland op een mediterrane breedtegraad terechtgekomen en ijs en sneeuw waren gesmolten en er was een fantastisch land ontstaan. En de Groenlanders hadden besloten om het helemaal opnieuw en helemaal anders aan te pakken en een volledig nieuwe samenleving te stichten op andere principes. En wat voor principes? Zuiver socialisme, maar ook zuivere ecologie en zuiver feminisme, want mannen hadden het immers helemaal verknald. Dat laatste vergeef ik dan Thea Beckman graag. Het Groenlandse volk had dus uit de geschiedenis de conclusie getrokken dat ze voortaan in volledige harmonie met de natuur en met elkaar moesten gaan leven. En in het boek bekeerden ze dan ook nog eens de vermaledijde Europeanen die niets hadden geleerd en uit het verwoeste continent waren komen overvaren om de boel over te nemen. U begrijpt het, het idealisme van deze 14-jarige jongen stond in vuur en vlam. Ik wist het zeker. Ik wilde bij Greenpeace werken. Ik wilde de ereschuld van Fernando Pereira goedmaken. En ik wilde de droom van Thea Beckman waarmaken. Goed. We zijn nu iets meer dan 30 jaar verder. En wat is er tot nu toe dan terechtgekomen van al die idealen? Gaan we ooit in de buurt komen van de Groenlanders uit het boek? Ik moet u bekennen dat ik nog maar relatief kort geleden, 2010, dat is in energie- en ingenieurstermen natuurlijk gisteren, buitengewoon pessimistisch was over die vraag. 2010. Dat was het jaar vlak nadat de top in Kopenhagen, waar zoveel grote verwachtingen over waren, op spectaculaire wijze was mislukt. 2010 was ook het jaar waarin zonnepanelen duurder werden in plaats van goedkoper. En ze waren al zo duur. 2010 was ook het jaar dat de eerste elektrische auto's op de markt kwamen. Dat lijkt een prachtige mijlpaal, maar als je er goed naar keek, was het toch een opgevoerde invalide wagen met een actieradius tot het tuinhek. En dan moest hij alweer aan de stekker. 2010 was ook het jaar vlak nadat het grootste duurzame bedrijf wat Nederland ooit kende, E-Concern, met donderend geraas failliet was gegaan op de slippen van de financiële crisis. En het was het jaar waarin het eerste offshore windpark, Gemini, met een mooie Nederlandse naam, daarboven Schiermonnikoog, een subsidie kreeg. Dat is goed nieuws. De subsidie bedroeg 16 cent per kilowattuur. 16 cent per kilowattuur. Ik was in die dagen milieuwoordvoerder. Ik zat ergens achter in de bankjes. Ik kreeg dat bericht en rekende op de achterkant van een bierviltje uit wat het dan zou kosten in totaal om de Nederlandse offshore winddoelstelling, dat is nog maar 10% van onze totale energievoorziening straks, om die dan te betalen met 16 cent per kilowattuur. Dat zou het astronomische bedrag vragen van 120 miljard euro. Er is weinig fantasie voor nodig om te weten dat een politicus dan de moed in de schoenen zinkt.
Daar zaten we dan, 2010. Kopenhagen mislukt, windmolens en zonnepanelen te duur, e-concern failliet. Er was weinig om trots op te zijn, zeker niet voor politici. Want Nederland heeft in het eerste 10 jaar van deze eeuw een, als ik het mild mag zeggen, wat ongelukkig energiebeleid gevoerd. Waar landen om ons heen een sprong maakten in de 21ste eeuw, maakten wij de sprong van de regen in de drup. Het probleem van het Nederlandse energiebeleid was niet dat het te rechts was. Dat zei ik in die dagen vaak, dat moet u mij maar vergeven, maar dat was niet het echte probleem. Het probleem was overigens ook niet dat het veel te links was. Dat zeiden mijn politieke opponenten in die dagen vaak en dat moet u hen maar vergeven. Dat was niet het probleem. Het probleem was dat het Nederlandse energiebeleid elke keer anders was. Waar de Duitsers een op de keper beschouwd vreselijk duur, lomp, dom en inefficiënt subsidiesysteem buitengewoon succesvol maakten door 1 Duits ingrediënt toe te voegen, Ausdauer, gewoon volhouden, daar wijzigden Nederlanders bij elke windvlaag het beleid. We begonnen met belastingaftrek, dat liep een beetje uit de hand met al die slimme fiscalisten hier, dus hup, dat werd snel een subsidiesysteem. Alle aandacht op onshore wind, wind op land, dat was toch populair? Nou, dat bleek helemaal niet zo populair te zijn. Toen kwam het CDA in de regering, toen ging alles natuurlijk naar de biovergisting. De subsidies daar gingen omhoog, toen liep het vreselijk uit de hand. En toen stopten we er in paniek maar meteen helemaal mee. Om een jaar later verder te gaan met een totaal ander systeem. En zo wisselde elke keer het beleid en iedere keer als het beleid wijzigde, werden de investeerders kopschuwer en gingen ze naar Duitsland. Zie daar het drama van het Nederlandse energiebeleid. En aan het begin van dit decennium, zo rond 2010, was het dus helemaal vastgelopen. Maar toen, langzaam maar zeker, kwam de ommekeer. Allereerst omdat Nederland en niet alleen de politiek, maar ook maatschappelijke actoren en bedrijven zich realiseerden dat een duurzaam energiebeleid ook letterlijk duurzaam moet zijn, stabiel. En we sloten het energieakkoord. En na veel soebatten, duwen en trekken, hangen en wurgen, werd het dan in 2013 getekend. En er was toen veel scepsis. Ik geef toe, het kon ook nog op een miljoen manieren mis. Maar het ging niet mis. En ik durf nu, in 2017, te beweren dat van alle akkoorden die wij de afgelopen jaren sloten, en ik was erbij, dat waren er veel, om Nederland uit die crisis weer in de vaart der volkeren te helpen, is het energieakkoord met afstand het akkoord wat Nederland het meeste zal gaan veranderen. En dat heeft onder andere te maken met dat succes van offshore wind. Zoals gezegd, nog maar enkele jaren geleden was ik de wanhoop nabij over 16 cent per kilowattuur. En nu zijn we getuigen van een spectaculaire prijsdoorbraak. Het laatste windpark is voor 5,45 cent subsidie aanbesteed. En daar houdt het niet op. Want op dit moment ligt er bij de bedrijven een uitdaging om voor 0 eurocent subsidie offshore windparken te gaan bouwen op zee. Van 16 naar 0 cent per kilowattuur in 7 jaar tijd. Dat is een revolutie. En niet alleen offshore wind gaat spectaculair hard. Zonne-energie. Adembenemende snelheid. Nou hoor ik u denken, snel, zonne-energie, nog geen 0,5% van onze energievoorziening. Dat klopt. En in 2050 moeten wij, als we een volledige duurzame energievoorziening willen hebben, onderdeel van die circulaire economie, dan maakt zon daar een substantieel deel van uit. En dat moet dan bij elkaar ongeveer 400 vierkante kilometer aan zonnepanelen zijn. In Nederland hebben wij 400 vierkante kilometer aan zonnepanelen nodig. En nu denkt u, dat is een onvoorstelbaar groot oppervlak. Wel nu, de Chinezen legden de afgelopen maand 100 vierkante kilometer neer. En de komende maand doen ze het weer. En de maand erop waarschijnlijk nog meer dan 100 vierkante kilometer. Nou is China een wat groter land dan wij, maar wat zij in 4 maanden kunnen, dat kunnen wij toch in 33 jaar. En het verhaal over elektrische auto's is al net zo optimistisch. En ik geef toe, ik mag het zeggen als linkse progressief, als je milieuridders auto's laat ontwerpen, dan wordt het natuurlijk niks. Wij houden helemaal niet van mooie auto's. Dus toen de tijd namen we inderdaad het kleinste hatchbackje wat we konden vinden, stopten het vol met een molensteen aan batterijen en dan werd hij alleen maar langzamer en lelijker van. Soms heb je rechtse mensen nodig om links beleid waar te maken. Elon Musk, knetterrechtse ondernemer uit Amerika, die snapt het wel. Je neemt de zwaarste auto die je kan vinden, dan maakt namelijk dat gewicht van die batterijen allemaal niet zoveel uit. Je neemt ook de duurste auto die je kan vinden, dan maakt die laatste 20.000 euro ook niet meer zoveel verschil. En zo zet je de automarkt op zijn kop. En er is dus alle reden voor optimisme, want het gaat ongelooflijk hard op dit moment. Maar het gaat niet hard genoeg.
En het gaat vooral nog over elektriciteit. En veel te weinig over ons grondstoffenverbruik. En dat het niet hard genoeg gaat, dat wordt ons keer op keer onder de neus gewreven. Onlangs liet het VN-milieubureau weer zien dat alle beloftes die in Parijs zijn gedaan, waar we zo opgetogen over waren, nog niet genoeg zijn om een derde te realiseren van wat nodig is om de wereld binnen 2 graden Celsius opwarming te houden, laat staan de gewenste 1,5 graad. En dat we ons voor een duurzame samenleving niet alleen op energie, maar ook op grondstoffen moeten richten, daar kan iedere zeiler inmiddels van getuigen. Begin dit jaar rekende de Engelse MacArthur Foundation, opgericht naar die solo-zeilster van 17 die in haar eentje de wereld rondzeilde. Zij rekende ons voor dat als we zo doorgaan, in 2050 er meer plastic dan vis in de oceaan zit. De cijfers zijn daar adembenemend. Wij maken op dit moment per dag ongeveer 1 miljoen ton plastic. Waarvan uiteindelijk bijna de helft op vuilstortplaatsen wordt begraven en de rest in zee belandt. 1 enorme vrachtwagen per minuut in zee. Recyclen we dan nog niet? Dat doen we toch zo mooi? Jawel, zeker. 5% van al het plastic wordt op dit moment gerecycled. 5%. De circulaire economie is nog oneindig ver weg. De productietechnieken, de scheidingstechnieken, de recyclingstechnieken, ze schieten allemaal tekort. Veel tekort. En niet alleen onze technieken schieten tekort. Ook wij, mensen, schieten nog tekort. Want al die mooie technologie, al die schone stroom, al die elektrische auto's en al die straks recyclebare producten moeten uiteindelijk landen bij ons, bij mensen, thuis, voor onze deur, in ons huis, op ons dak, in onze meterkast, in onze en dan in de juiste prullenbak. En daar stagneert de revolutie. Want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Het best zie je dat bij het verduurzamen van de woning thuis. Ja, veel mensen voelen heus wel iets voor isolatie. Je bent een beetje geduld en flink wat rekenwerk en af en toe een leuke subsidie, kan dat financieel ook nog wel uit. Maar dan komt de offerte van de aannemer. En die valt altijd tegen. Zaagsel over de vloer, zolder uitruimen. We willen eigenlijk nog van dat bedrag op vakantie. Ja, weet je wat, laat maar zitten. Herkenbaar? Ja, dit is de beslisboom in 4 miljoen particuliere woningen op dit moment. En al die huurwoningen dan? Corporaties, dat zijn net mensen. In het groot. Gedoe met grote aannemers, met grote investeringen, met grote aantallen huurders en met kleine of eigenlijk helemaal geen verdiensten. Ach, weet je wat, laat het maar. En zo strandt de weg naar Parijs. In 7 miljoen huizen en in 1 miljoen bedrijfsgebouwen. 8 miljoen in totaal. We hebben nog 8000 werkdagen tot 2050. Dan moeten we dus 1000 woningen per dag verduurzamen. Het huidige tempo is nog geen 20ste daarvan. Dus geachte aanwezigen, ingenieurs in de dop, studenten, ik heb niets minder dan al mijn hoop op u gevestigd. Op uw inventiviteit, op uw inzet, op uw vermogen om alweer de loop van de geschiedenis te veranderen. Ja, alweer. Want ingenieurs deden dat in het verleden veel vaker. Ingenieurs maalden ons land droog. Zorgden voor begaanbare wegen, voor verbindende bruggen, voor snellere treinen. Ingenieurs vonden de technieken uit waarmee we voldoende en veilig voedsel kunnen verbouwen. Waarmee drinkbaar water ontstaat en medicijnen worden ontwikkeld tegen allerlei kwalen. Ingenieurs bouwden onze moderne samenleving. Of beter, onze moderne welvaart is gebouwd op ingenieurs. Maar we zijn dus nog niet klaar. En u bent dus ook nog niet klaar. We moeten nu al die welvaart in harmonie brengen met onze omgeving, met de natuur. Zoals de kinderen van Moeder Aarde uit het boek van Thea Beckman. En ik doe dus weer een beroep op uw creativiteit en uw innovatiekracht. Die is heel hard nodig. Want waar is nou die warmtepomp die wel een hoog rendement maakt als het buiten koud is? Of lastiger, wie ontwikkelt er de volgende generatie batterijen waarop een auto 1000 kilometer rijdt? En wie maakt de productie van waterstof uit elektriciteit rendabel? Want met zoveel windmolens op zee kunnen we straks niet zonder die technische ontwikkeling. En wie vindt de chemische recycling uit, die van plastics weer zuivere grondstoffen maakt voor nieuwe plastics? Anders blijft het hergebruik echt steken op minder dan 10%. Waar is dan die tapijttegel? Waar is dat matras dat volledig herbruikbaar is? Dat scheelt miljoenen tonnen nu volstrekt onbruikbaar afval. En wie bedenkt de isolatietruc om eenvoudig
in een jaren 60 woning een energie-neutrale omgeving te maken. Dat zijn allemaal technische uitdagingen voor u, voor ingenieurs. En daar mag het niet bij blijven. Want de innovatie, dat weet u immers al lang, gaat over veel meer dan techniek. Sociale innovatie is nodig, ondernemerschap is net zo hard nodig. Het gaat niet alleen om techniek, het gaat om mensen. Waar zijn dan die ideeën die woningeigenaren en huurders kan overtuigen om hun huis echt aan te pakken? Ik ken een voorbeeld van een Brits bedrijf, gespecialiseerd in zolderisolatie in Groot-Brittannië, een belangrijk aspect van de verduurzaming. Zij plaatste advertenties, wij isoleren uw zolder, en kreeg nauwelijks klandizie. Maar toen ze haar aanbod wijzigde in, wij ruimen geheel gratis uw zolder op, en isoleren en passant ook nog even, toen kwamen ze om in het werk. De technische oplossing werd mogelijk gemaakt door innovatieve markten. En waarom lukt het nog maar nauwelijks om mensen mee te nemen in de mogelijkheden om geld te gaan verdienen op hun energierekening? Want met zonnepanelen op het dak, een elektrische auto voor de deur, een slim net in huis en een kwartiercontract bij de energieleverancier, kan dat inmiddels al technisch en financieel. Ik zoek nu nog het bedrijf met het lef om dit grootschalig te gaan uitrollen. De moderne ingenieur kan inmiddels al lang technische en sociale innovatie laten samenvloeien met ondernemerschap. Of anders gezegd, als ingenieurs dat niet kunnen, wie kan het dan wel? Maar helaas, u bent niet met genoeg. Het aantal ingenieurs in Nederland is te klein. En het aantal ingenieurs in opleiding is veel te klein. En dat laatste baart mij het meeste zorgen. Ook omdat ik nog te weinig inspanning zie om dat echt te veranderen. Ik zie veel plannen, bijvoorbeeld in het regeerakkoord, en mijn partijgenoten nemen mij vast niet kwalijk als ik daar een aardig iets over zeg. In het regeerakkoord staan mooie plannen om bestaande technieken, wind en zon, snel op te gaan schalen. Dat is ook nodig. Maar als we werkelijk onze welvaart in harmonie met onze omgeving willen brengen, als wij werkelijk circulair willen worden, als we werkelijk onze kinderen een duurzame toekomst gunnen, dan moeten wij meer doen dan windmolens en zonnepanelen voor hen neerzetten. Dan moeten wij onze kinderen in staat stellen om werkelijk kinderen van moeder aarde te worden. Met meer kennis en meer mogelijkheden dan wij, dan deze generatie tot nu toe tot zijn beschikking heeft. En dan moeten we dus massief investeren in onderwijs en in onderzoek. Zodat onze kinderen straks kunnen bereiken waar wij nog tekort schieten. Zij de schone technologie uit kunnen vinden waar wij nog niet op konden komen. Zij de economie en de welvaart eerlijker kunnen verdelen dan wij kennelijk kunnen opbrengen. Of zij de akkoorden kunnen sluiten waar wij nog niet aan toe zijn. De belangrijkste bijdrage die wij dus kunnen leveren aan een duurzame toekomst voor onze kinderen is het bieden van excellent onderwijs. Eén slimme ingenieur kan straks meer verschil maken dan 1000 windmolens op dit moment. En juist op dat punt schiet het regeerakkoord nog tekort. De investering in onderwijs in het algemeen, die in technisch onderwijs in het bijzonder en die in onderzoek al helemaal. Het lijkt me een mooie taak voor het KIVI om daar de politiek de komende tijd op te blijven wijzen. Want anders slagen wij niet in onze opdracht. Het bouwen van een werkelijk duurzame, circulaire economie. Een werkelijke, duurzame wereld. Een samenleving zoals de Groenlanders dat deden uit het boek van Thea Beckman. En gaan we dan uiteindelijk die opdracht vervullen? Worden wij met z'n allen kinderen van moeder aarde? U weet inmiddels dat er momenten waren dat ik daar serieus aan twijfelde. Dat ik meende dat het echte Europa hetzelfde lot zou worden beschoren als het Europa uit het boek van Thea Beckman. Vernietigd door kortzichtige hebzucht. Maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat wij de Groenlanders kunnen navolgen. Als we het momentum wat er nu is weten te benutten. Als we succesvol inslaan, doorgaan op de ingeslagen weg van een gezamenlijk en ambitieus energiebeleid en als we vooral meer gaan investeren in onderwijs en onderzoek, zodat de volgende generatie kan afronden wat wij lieten liggen. En vooral als we soms, als het even tegen zit, met z'n allen terugdenken aan die tijd dat we 14 waren en de wereld met idealen wilden bestormen. Ik dank u wel. Heel hartelijk dank, Diederik. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen zijn uit de zaal. Bent u er klaar voor? Ja? Dan ga ik ermee lopen, want we hebben er maar één. Dat is een
roep dat eventjes zo. Is er iemand die een vraag heeft? Ja, ik zie daar achterin. En dan ren ik weer terug. Ja, dank voor beide sprekers. Oeps. Ik denk een zeer aansprekend verhaal. Wat ik een klein beetje mis, is hoe we ervoor zorgen dat we de juiste economische incentives krijgen die circulaire businessmodellen aan de praat krijgen. Hè, als we nou datgene wat, als we wastage gaan belasten, dan ontstaat er automatisch een incentive om die kosten te besparen, dus om geen materialen meer verloren te doen laten gaan. En kunt u daar misschien op reflecteren, want het is daarmee een politieke keuze hoe we dit allemaal betaald krijgen met elkaar. Dank u wel. Ja, Usain Bolt komt eraan. Dank je wel. Voor de techniek, hij mag iets zachter, denk ik. Zou dat helpen? Afijn, u heeft helemaal een punt. Ik ben daar niet op ingegaan. Dat laat zich misschien een beetje verklaren uit de ervaring die ik heb in de afgelopen 10 jaar. Want ik dacht ook heel lang, weet je wat, als je het maar gewoon allemaal duur genoeg maakt, die vervuiling, dan stopt het vanzelf. En toch moet je daarin een soort ritme vinden, waarbij de innovatie het mogelijk maakt voor de politiek om daadwerkelijk met de vervuiling te belasten. Want geen politieke partij, zelfs GroenLinks niet, zeg ik met alle waardering voor de wethouder, zelfs GroenLinks niet gaat het aandurven om energie gewoon oneindig veel duurder te maken en de bevolking er maar mee op te zadelen. Nee, je zult dan het vertrouwen moeten hebben als politiek dat zodra je dat doet, de innovaties beschikbaar zijn om het alternatief te kunnen waarmaken. En dat is precies waar ik het over had. Ik denk dat dat stukje van het ritme, ja, daar bent u vooral voor verantwoordelijk met z'n allen, om die innovaties mogelijk te maken. Maar dan heeft u natuurlijk gelijk, zodra die er liggen, zodra ze klaar zijn, zodra ze de markt op zouden kunnen, heb je de politiek wel even nodig om een zetje te geven in de goede richting. Heel belangrijk, ik had het over die woningen die we met z'n allen moeten isoleren, 8 miljoen. Optimistische berekeningen zeggen dat ongeveer 5000 euro per gebouw kost. En u als snelle rekenaar heeft dan al uitgerekend dat dus 40 miljard euro is. Dat is een rekening die vergelijkbaar is met die astronomische bedragen die ik eerder noemde. We hebben innovatie nodig om dat goedkoper te maken. We hebben technieken nodig om ervoor te zorgen dat het geen 5000 euro per gebouw kost. Misschien zelfs niks of misschien zelfs rendabel is. Als die niet komen, dan heb ik er een hard hoofd in dat je ooit een politiek systeem bereid vindt om die 40 miljard door de strot van individuele mensen te duwen. Dat is het samenwerkingsverband waar we in het energieakkoord een goede oplossing voor hebben gevonden en wat we nu bij al die andere technieken moeten gaan toepassen. Dank u wel. Nog iemand een vraag, een beetje vooraan? Ja. Ja, ik heb medelijden met u. Kan u nog wat zachter? Ja? Wat uw verhaal benadrukt en wat ik manco vind van de hele dag, men heeft een circulaire economie en dan ga je ervan uit dat je al iets hebt. Ik mis de hele dag preventie. Het is heel leuk om over... Ja. Het is heel leuk om over recycling van plastic te praten en hoe moeilijk dat allemaal is. Maar elke fles voor drinkwater is voorkomen overbodig in Nederland. Kunt u iets meer zeggen over het beleid van preventie in Nederland? Ja, dank u. Ja, ik liep jarenlang met zo'n tasje reduce, reuse, recycle. Dat is de drie eenheid van een circulaire economie. Eerst begint dat met het verminderen van de vraag, van het gebruik. Dat doen we met energie, overigens met wisselend succes. En met grondstoffen hebben we nog minder succes. Ik mag dan persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de meest omstreden, maar wel de meest effectieve maatregel om plastic te reduceren, mensen laten betalen voor het tasje. Ik geloof dat er nog nooit zoveel gemopperd is als in de weken dat werd ingevoerd, maar inmiddels leidt het tot een spectaculaire daling van het aantal plastic tasjes. En dat hebben we heus niet zelf verzonnen, dat hebben we afgekeken van Kenia. Kun je nagaan als koploper in de circulaire economie op dit punt. U heeft gelijk. En elke keer doen wij van alles om de vraag te verminderen. Maar ik ben ook een realist en weet dat 9 miljard aardbewoners allemaal streven naar het welvaartsniveau wat wij hebben. En wij streven alweer naar een hoger welvaartsniveau dan wij op dit moment bezitten. Dus de hoeveelheid
grondstoffen die we met z'n allen gaan gebruiken, wordt hoe dan ook groter. We moeten ervoor zorgen dat die niet verdrievoudigt of zelfs verviervoudigt ten opzichte van vandaag de dag, maar alleen maar verdubbelt. Maar zelfs dan heb je het dus over de dubbele hoeveelheid staal die in omloop zal zijn, plastics die in omloop zullen zijn, hout wat in omloop zal zijn. En dan moet je je dus ook realiseren dat die economie circulair moet worden gemaakt en dat je dus technieken moet uitvinden om staal te recyclen. Nou, dat kunnen we al vrij goed. Hout te recyclen, dat kunnen we ook buitengewoon goed. Plastics te recyclen, dat kunnen we buitengewoon slecht. Daarom vandaar mijn aandacht voor dat stukje van het innovatiebeleid, omdat daar nog de belangrijkste problemen liggen. Dank u wel. Misschien nog een laatste vraag. Ja, als je zelf een beetje meer naar voren wil, dan hoef ik niet te hijgen. Ja, dank je wel. Mooi vooraan. Als het goed is, hoorde ik u net zeggen dat om het aanpassen van het belastingstelsel, dat het wachten daarbij is op innovatie. Hopelijk hoorbaar ben. Ja, ik kon er wel naast staan, dat gaat wel. Ja. Dat is misschien makkelijk. Ja, als het goed is hoorde ik u net zeggen dat het wachten is op innovatie voordat we een belastingstelsel kunnen aanpassen. Ja, maar dus, dan wordt het een kip-ei verhaal. Ja, daarom moet het ook hand in hand gaan. Daarom zeg ik, politici moeten, en het is altijd leuk als er dan wat ingenieurs in de politiek zitten, die moeten kunnen zien dat er innovatie aan zit te komen. En dan durven ze een stap te zetten in het verhogen van kosten van het vervuilende alternatief. Dat is het ritme, zoals een ritssluiting zeg maar een vest dichttrekt. Ja, die ritssluiting denkt niet, maar feitelijk weet hij al, de volgende komt eraan, dus ik kan rustig me insluiten op de ander, want het loopt niet vast. Nou, dat is bij belasting versus innovatie ook hetzelfde, of beleid versus innovatie in brede zin eigenlijk. Dus vandaar ook zo'n rol van het KIVI, om onder andere als advocaat van al die innovatie de politiek voor te bereiden en te zeggen, jongens, jullie kunnen dit aan, jullie mogen dit durven. Het beste voorbeeld vind ik nog steeds offshore wind. We zetten op een gegeven moment 18 miljard euro, dat was nog niet die 120, maar toch 18 miljard euro is een hele hoop geld, opzij specifiek voor het subsidiëren van offshore wind. En dat durfden we, zeg ik nog even, al maak ik er zelf geen onderdeel meer van uit, maar toen nog wel even, dat durfden we alleen maar aan omdat de sector zei, wij kunnen 40% kosten reduceren. Dus u krijgt voor uw 18 miljard veel meer kilowatturen dan u nu denkt. En toen maakten ze het nog waar ook. Hetzelfde gaat straks bij geothermie gelden. Ook zo'n techniek die we grootschalig moeten uitrollen, die nu veel en veel te duur is ten opzichte van het veel en veel te goedkope gas. Maar pas als geothermie in beeld komt met een kostendaling, durft de politiek de gasprijs te verhogen om dat laatste zetje te geven om het dan ook daadwerkelijk rendabel te krijgen. Dat is de choreografie, de tango die politiek en bedrijfsleven, of politiek en innovatie met elkaar dansen. Nog het tweede deel van mijn vraag. Ik ben van mening dat het in Nederland, eigenlijk in heel Europa, raar is dat we een schaars goed als energie vrij laag belasten en een vrij goed voorradig goed als arbeid enorm belasten. Zwaar belasten, een enorme onbalans. Dan kunnen we dat als Nederland natuurlijk niet alleen aanpassen, maar we kunnen wel vast een klein zetje zetten en ons in Europa ervoor inzetten om het verder in te zetten. Ja, bent u dat met mij? Ja, zeker. En dat doen we ook. Alleen daar geldt toch het adagium van mijn illustere voorganger Joop de Nijl, die altijd zei, we zijn het zonder gras der reformisten en de marges van de politiek zijn smal. En dat is, moet je maar eens voorstellen wat er gebeurt. Nou ja, alleen al, dat vind ik een hele intrigerende. Als je consumptie zwaarder wil belasten en arbeid lager, dan moet je de btw verhogen en arbeidslasten omlaag doen. Dat is precies wat dit kabinet doet. Ze doen ook nog hele vervelende en verkeerde dingen in dat belastingstelsel, tuurlijk. Maar deze is eigenlijk niet zo slecht verzonnen. En toch loopt iedereen er tegen te hoop. Ja, waarom? Omdat opeens iets duurder wordt. Zichtbaar. Terwijl dat loonstrookje, dat is indirect. Het heet niet voor niks, indirecte belasting. Dus het is voor de politiek altijd, ja, ik vraag geen begrip voor mijn oude vak, hè, maar toch, het is voor de politiek niet altijd even makkelijk om in één keer het roer om te gooien. Het moet gestaag voortgaan. En nou ja, om een voorbeeld te geven, komend jaar wordt dan de gasprijs met 3 cent verhoogd. En de elektriciteitsprijs met 1,5 cent verlaagd. En dat is om ervoor te zorgen dat warmtepompen wel rendabel worden. Want die gebruiken elektriciteit en voorkomen het gebruik van gas.
3 cent was het maximum waar de koopkrachtfetischisten mee uit de voeten konden. Want anders gingen allerlei mensen veel te veel betalen. En dat zijn nou altijd weer mensen met een slecht geïsoleerde woning en geen hoog inkomen. En die jaag je dan op kosten met een hoge gasrekening. Dan stopt de wal het schip. Dus we moeten met elkaar begrip hebben. En zoals ik uw begrip vraag voor de smalle marges van de politiek. Heeft u van mij natuurlijk begrip als mede-ingenieur voor de moeizame voortgang en af en toe het ingewikkelde proces met zijn vele mislukkingen van innovatie. En aan beide kanten kan het begrip nog toenemen. En ik zie te veel politici die zeggen, nou, we gaan niet meer in onderzoek en innovatie investeren, dat is allemaal weggegooid geld. En 100 miljoen en zie je nooit wat van terug. Nee, dat klopt. Je ziet er ook nooit wat van terug. Want die borrelende kennis en die borrelende creativiteit die je met die 100 miljoen hebt betaald, die vertaalt zich misschien pas over 10 jaar in iets wat we wel terugzien. Daar hebben politici nou meer begrip voor nodig. Als dat zou werken in de komende jaren, dan gaan we een versnelling doormaken in de toch al snelgaande en optimistisch stemmende revolutie die gaande is. Dank jullie wel.